Vorige week was het nog min 18 en nu is het bijna plus 18. Hoe was het om vorige week die mensen op het ijs te hebben? Ja, geweldig. Laatste keer dat wij ze hadden was natuurlijk 3 jaar geleden. En elke rechtgeaarde ijsbaan die hoopt natuurlijk op een mooie ijswinter. De enige leden die wij hebben, dat zijn bestuursleden. Dus geen betalende leden die betalen om hier rondjes te schaatsen of om andere manieren sport te bedrijven. Dus wij zijn afhankelijk van echt het ijs van onze sponsoren en van eventuele huurders van ons clubgebouw. Ja, want dat clubgebouw dat is van jullie zelf, heb ik begrepen. Ja, dat is correct. Welke clubs en welke medegebruikers hebben jullie hier in het clubgebouw? Nou, we hebben een aantal vaste huurders, waaronder de duikvereniging Galatea, de Damclub. Daarnaast hebben we ook nog een schilderclub die gebruik maakt van het gebouw. En daarnaast is het ook toegestaan om sportgerelateerde of sportgebonden activiteiten te ontplooien hier op het terrein. Ieder jaar dat we geen ijs hebben, noteren we wel een beetje in op onze reserves. Maar ieder jaar dat er ijs komt, dan lukt het ons ook om de reserves er een beetje aan te vullen. Ja, sponsoren, daar moeten jullie het ook een beetje van hebben. Ja, klopt. En in deze coronatijd is het voor iedereen moeilijk. Merken jullie nou ook dat er sponsoren afhaken? Een aantal van onze sponsoren die zitten ook inderdaad in zwaar weer. Die hebben ook aangegeven dat ze eigenlijk hun sponsorbijdrage of niet konden afdragen of maar ten dele. En in gezamenlijk overleg hebben we besloten om dat dan gewoon op te schorten. We zijn heel dankbaar voor onze sponsoren. De meeste zijn ook al heel lang sponsor. Dus om die zomaar te laten vallen, omdat ze een keer een jaartje niet kunnen bijdragen of minder kunnen bijdragen, vinden wij niet gepast. We zijn heel blij met onze sponsoren en samen komen we hier doorheen. De toekomst van zo'n ijsclub, wat kunnen wij daarvan verwachten? Ja, dat weten eigenlijk alleen de weergoden natuurlijk. Op zich zijn we wel hoopvol gestemd. Kijk, deze ijsperiode was natuurlijk ook voor heel veel een verrassing. Maar goed, het leven hangt natuurlijk van verrassingen aan elkaar. Hè? We laten ons graag verrassen. Dus jullie hopen dat volgend jaar weer zo'n prachtige ijsvloer komt? Ja, uiteraard. Kijk, als we terugkijken in de geschiedenis, het aantal ijsdagen is bij ons bekend over de verschillende jaren. En dan zien we ook dat in het verleden ook wel eens een jaar of 5, 6 de baan niet open heeft gekund. Dus in principe klagen wij nog niet hoor. Dus jullie zien de toekomst hoopvol tegemoet? Absoluut. Altijd positief blijven. Stel nou eens voor dat hier wel minstens 6 weken ijs ligt. Ja. Kom je dan niet in de problemen met de huurders van jullie clubgebouw? Nee, daar zijn hele duidelijke en maar ook hele harde afspraken over gemaakt. We zijn een ijsbaan in eerste plaats en ijs gaat voor.